is wat mij betreft niet één definitie voor persoonlijk leiderschap. Ik denk zelf wat meer aan woorden en dan komen bij me op dromen, tijd, talent, keuzes maken, gaan waar je voor staat, uitspreken waar je in gelooft, kwetsbaar durven zijn, moedig, lef tonen, durf. Eigenlijk is persoonlijk leiderschap van alle tijden wat mij betreft. Mijn persoonlijk leiderschap is een gerecht met 3 ingrediënten uit de buurtsuper. Ik gebruik vlees, dat staat voor zelfvertrouwen. Ik weet wat ik wil en ik weet waar ik heen wil. Dat vlees geeft wat extra aandacht met een beetje pesto. En dat staat voor mijn aandacht voor de mensen waarmee ik mee spreek. Alleen maar aandacht voor die ander. En tenslotte teken ik een lachenbekje op het bord met tomaatketchup. En dat staat voor leer van je fouten, maar blijf altijd lachen. De meeste mensen leren het door juist in eenvoudige situaties waar actie gevraagd wordt, waar mensen initiatief moeten nemen, om daar gewoon het voortouw in te nemen. Wat ik het zelf heb ontwikkeld vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Kernvoorbeeld van wat ik onder persoonlijk leiderschap versta is het voorbeeld wat recentelijk in het nieuws is geweest van een moeder in een platgebombardeerde stad Aleppo die haar dochter op film zet en vertelt over het alledaagse leven. En op die manier de wereld via Twitter laat weten wat een verschrikking daar gaande zijn. Als voorzitter van het JBN probeer ik de mensen op een positieve manier betrokken te motiveren, zodat zij enthousiast worden en gewoon hun talenten kunnen gebruiken. Eigenlijk stel ik me gewoon dienstbaar en authentiek op. Persoonlijk leiderschap betekent voor mij mensen vertrouwen geven en ze motiveren en inspireren. Door het met nadruk ook delegeren bij, maar ook evalueren. Altijd in die combinatie. Maar het allerbelangrijkste is eerlijk en open te zijn. Want als leider moet je je realiseren dat je vooral ook een voorbeeldfunctie hebt. Jouw gedrag is namelijk bepalend voor het gedrag binnen de groep waar je leiding aan geeft. Mijn persoonlijk leiderschap heeft zeker invloed gehad op onze bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat er iemand boven een bedrijf staat die leiding geeft aan de troepen. Ik vergelijk het heel vaak met een orkest. Daar heb je ook heel veel muzikale genieën. Als er geen dirigent voor staat, is er een muzikale ratje toe. En dat geldt in een bedrijfsleven eigenlijk ook. Je hebt als ondernemer een bepaalde visie. Die visie moet je natuurlijk aan de hand van de praktijk af en toe bijstellen. Maar die visie moet je toch proberen vast te houden om toch daar te komen wat je voor ogen hebt gehad. Een goed voorbeeld van persoonlijk leiderschap, dat is voor mij, en dat is misschien een beetje voorspelbaar, toch wel wat Nelson Mandela heeft gedurfd in Afrika. Ik ben een paar keer in Afrika geweest en daar zie je nog steeds nu de verscheurdheid in het land. En het is prachtig om boeken en films te zien over te kijken hoe hij boven zichzelf eigenlijk uit is gekomen en het lef heeft gehad om anders te gaan denken, om zijn medemensen te vergeven. En om daar in feite zelf groter te worden. Dat vond ik heel bijzonder om dat te lezen. Ik heb wel een mooi voorbeeld van persoonlijk leiderschap van een medewerkster. Die met een filmpje een open sollicitatie naar een bedrijf toe stuurt. En daarin eigenlijk naar het bedrijf aangeeft hoe zij kansen ziet om het businessmodel van dat bedrijf te versterken. En om daar zelf een mooie rol in te spelen. En daarmee neemt ze eigenlijk, voordat ze daar op gesprek komt, neemt ze al de leiding over haar eigen sollicitatie. Een mooi voorbeeld van waar ze persoonlijk leiderschap goed hebben verankerd in de organisatie vind ik de Jumbo. Waarom? Zij weten precies wie ze zijn, waar ze voor staan en waar ze voor gaan. En dat weet iedereen, van vakkenvuller tot aan directeur. Mijn naam is Erik Maus en ik mag namens de commerciële club Zuid-Friesland iets vertellen over persoonlijk leiderschap. 3,5 jaar geleden ben ik gestart als ondernemer en ben ik langzaam in de rol van een leider gegroeid binnen onze organisatie. De stijl die bij mij past is een coachende stijl, waarbij ik drempels probeer weg te nemen en mensen zoveel mogelijk vrijheid te geven in hun functioneren. Ja, het kan erg eenzaam zijn in de top van een bedrijf. Dus mijn advies is deel vooral je dilemma's met je medewerkers, met je managementteam, maar ook met je collega's zoals we hier vandaag bij elkaar zijn.
twee kernwoorden voor persoonlijk leiderschap op internationaal gebied die mij meteen te binnen schieten, dat zijn de woorden focus en vertrouwen. Focus om planmatige aanpak te hebben, keuzes te durven maken en vertrouwen specifiek op het leggen van een duurzame relatie. Maar voor mij nog wat nog veel belangrijker is, is het woordje respect. Dan citeer ik de guru Covey die ook aangeeft van eerst begrijpen en dan begrepen worden. Zeker in het buitenland waar je te maken krijgt met verschillende culturen is dit de basis voor succes. Neem als voorbeeld dat wij in Noord-Europa met name heel erg graag producten verkopen op kwaliteit en op leveringsvoorwaarden, terwijl in Azië men veel meer inzet op eerst een persoonlijke relatie op te bouwen. Als je hier geen rekening mee houdt, dan gaat jouw succes echt sterk verloren. Persoonlijke leiderschap is voor mij het woord respect in de praktijk tot uitvoering brengen. Het vormt daarmee de basis voor internationaal zaken doen. Ik ben blij dat het Groot Fries ondernemerstreffen daar is, want dat is ook echt het Groot Fries ondernemerstreffen. Door voorbeelden te stellen, zoals vandaag met Peter van Oem. En dat soort voorbeelden kunnen inspireren. En we zijn hier vandaag met elkaar. En ik hoop dat jullie ook vooral de nazit met z'n allen aangrijpen om ook elkaar, wat betreft nieuwe inzichten in leiderschap, om elkaar daarop te challengen en elkaar daarop te helpen. Het Grote Fries ondernemerstreffen kan bijdragen aan persoonlijk leiderschap door inspirerende sprekers uit te nodigen. Sprekers die ondernemers een spiegel voorhouden. En wat mij betreft mag aan die spiegel dan ook best een scherp randje zitten. Kijk maar naar vanavond. Maar dit evenement brengt ook ondernemers met elkaar in contact die anders niet zo snel elkaar zouden ontmoeten. En dat is weer goed voor de Friese economie in zijn algemeenheid.